Heb je wel een leuke tijd gehad in Dirksland? Heel leuk. Ik heb een prima jeugd gehad. Ja. Hoe was het om daar op te groeien? Uitgebreid. Het was hartstikke fijn om op te groeien, maar ik was natuurlijk wel een beetje een ander soort kind. Ik was natuurlijk niet zoals de meeste jongens van op een tractor en voetbal en dat soort dingen. Ik was niet een ruige jongen, zeg maar. Maar ik heb wel, ik heb daar gewoon wel toch een fijne jeugd gehad. Wat was jij dan weer jongen? Ik was een heel zacht gekookt eind. Ik was wel een beetje meisjesachtige jongen was ik. Ja? Ja, en dat had ik ook wel een beetje de looks hoor. Want ik weet wel dat ik dan, toen jaar 11, toen kwam ik met mijn ouders bij vrienden van hun. En dan waren daar weer mensen die mij niet kenden. En die zeiden gewoon, dat is jullie dochter, flinke meisje van de leeftijd. Dat ben je niet. Ja, schrikkelijk. Dat was natuurlijk later dan wel janken, want dat vond ik natuurlijk heel erg. Maar nu vind ik het wel geestig. Ja, ja, kan ik er wel om lachen.